Welkom bij deze vlog. Even kort houden. We rijden naar Strand Nulde en het waait gigantisch. Dus twee handen aan het stuur en goed opletten. Tot zo meteen. En het waait. Koud is het gelukkig niet. En we staan in Strand Nulde. We staan helemaal alleen. Achter mij ziet u de caravan, de camper. En nou ja, we gaan kijken wat het wordt. Het waait nogal. Ik hoop dat het een beetje rustiger wordt. Dan kunnen we lekker slapen. We zijn lekker op de fiets. We gaan naar Strand Horst, kilometer 5 verderop volgens mij. We hebben die van thuis gelaten, want dat wat koud was, denk ik. Zo warm is het ook weer niet. En ik hoop dat daar wat van iets, hoe noem je dat weer? Skysurfers. Oh ja, skysurfers dat die daar zijn. En wat te filmen, dat is ook leuk om te zien. Eerst even zien of we daar met de fiets kunnen komen. Lekker weer, Klaas. Hartstikke lekker weer. Koud.
Het is nu maandag om 20 voor 11 en dit is een hele luie maandagochtend voor ons. We zijn laat uit bed, we hebben net ontbeten. Echt zoals we normaal gesproken een vakantie zou moeten zijn. Alleen het is geen vakantie, morgen weer werken. Jammer. Maar genieten zo lang als het kan. Dus we gaan nog even daar vandaag wat van proberen te maken en vanmiddag rijden we weer terug. We hebben lang over gedaan voordat we hebben beslist waar we naartoe wilden. Want het was zo winderig dat we zeiden we hoeven niet naar zee, want er staat de camper de hele dag in de wind. Er is ook niks aan, de wind is even wel leuk, maar niet 24 uur. Naar het bos, dat zei Klaasje ook niet verstandig is. Straks komt er takken op de camper of iets anders, dan is het ook niet zo spannend. Nee, ja, wel spannend, maar niet leuk. Nou, toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen naar strand 0 te rijden waar we nu staan. Oeh, telefoon schreef ook geluid. Nou ja, daar zijn we dus. Alleen, helemaal alleen. Er zijn maar 5 camperplaatsen op deze camping. De rest is allemaal camping. En dan mag je met de camper natuurlijk wel staan, maar die is nog dicht. De camperplaatsen zijn wel open. Het is goed bevallen. Ze hebben hier nou, veel ruimte. De A28 die hier letterlijk rond 200 of 150 meter achter raast, die hoor je af en toe wel. Maar goed, we slapen altijd in de rust, dus een keer een beetje lawaai doet geen erg. Niet erg. En ze hebben een luxe strand, moet je wel een beetje wit weer hebben, dat zou allemaal dan mooier zijn. En ze hebben mooie toiletten, ook wel. Daar zal ik straks nog even een stukje van laten zien. En al met al leuk gewoon. Ja, niks verkeerd, ook niet zo erg als wat we verwachten. Want zijn. Wat moet je nou doen met dit weer, regen en wind. Al met al blijkt wel weer dat het weer is niet doorslaggevend om een leuk weekend te hebben. Telt wel mee, de zon is altijd beter, maar het is niet het belangrijkste. Tot dusver, ik laat nog even een stukje van de toiletten zien van het sanitair. Echt wel mooi hier trouwens, dat moet wel gezegd worden. Je moet wel goed je spullen opruimen, maar die sproeiers die maken de hele boel nat. Dus je ontkomt er bijna niet aan dat je kleding of je schoenen of dat soort dingen nat worden. Nogmaals, dit was het. Vonden jullie het leuk? Geef ons dan een duimpje. En je kunt natuurlijk ook abonneren, dat vinden we nog leuker. En tot de volgende keer maar weer. Doeg!